Goed, jullie komen met jullie, zal ik zo zeggen, bedrijfstekers. Je mag het zeggen, denk ik. Allemaal voor een totaal. Voor een totaal pakket dan hier in Malle. Je hebt Malse Vlaamse Wijze. Dat is een huifkartocht. Wij organiseren wij al een jaar of 2000 meer. Maar zeg, als ik gewoon denk, hoe lang organiseren wij het nu al? Toen al een jaar of 7, 8. Toen wij in Westmalle, rond omgeving, deze omgeving, Trappiste, Westmalle Centrum, Westmalle. Dus op 3 locaties. We hebben net eigenlijk gekozen voor de schoonste locatie, voor de huifkart te rijden. Deze kan niet meer zijn, aan de andere kant van de baan, waar we na het voorgerecht altijd naartoe rijden. Of door, in de omgeving, Trappiste abdij. Dus de organisatie van Prins van Malle, ik ben er daar één van, ik ben Jeff Bellemans. Bellemans, vergeet je iemand de rest van de middag als je iets extra wilt vragen of je leidt groot aan dorst of honger, dan is het maar Jeff gewoon. Ja, Jeff is al zover. Ja, dat krijg ik. Op zijn neefproducent geweest in Limburg. Is er even overgenomen geweest op Konings van Zonhoven, maar nu is Tuurnaam Smeets gegeven. Ik weet dat iemand dat kind al gezien heeft op tijd met zoon van Smeets, maar die heeft ook in volgens van Pirke. Dus het is al dik voor de blussen. Ah, oh, ik zie hier al wat droog begrepen, die van Teres. Ja, we zullen wel roepen, want die is goed. Ja, ik kan hier staan, maar dat is spits te hard. Ja, op Teres komen ze altijd later. Ja, dat is iets. Het is een moment dat een trappist of een triple gebrouwen is, moet je nou 3 weken rijpen, er is nog fles noemen dat. En je hebt telkens continu 21. Ik ken merken een toren van daar, bij van Westman, dat is een speciale toren. Vroeger stond er een spitsentoren op, maar tijdens de Eerste Wereldoorlog zagen de geallieerden dat er 4 de vissen van Antwerpen zag liggen. Dat is een Duitse dorpskaller. En de enige baas ook in de paus. Dus ze gaan regelmatig naar Italië, Rome en zo. En een toenmalige abt, die kwam ook in Italië, ze hebben zo'n schoon Italiaanse torenstaaf. Het busje is daar weer van. We gaan op de pad. Dus de dag dat de trappisten dood zijn, ben ik een trappist niet meer verkozen. Ja, nee, binnen de abdij, dus ben ik geen abdij meer. Dat kan niet. Die dood zijn. Dat is wel onder mijn vraag. Ja.
De keuvel is hier rechts aan de plaats hier staan, wat dat is een botbos voor de paarden en de spannen. En zal ik bij opstaan privaat domein. Als we links in gaan. De auto's van de meesters, als ze nog lang willen blijven, die met smal mogen lang blijven, dus ze vroeger naar huis, dan kunnen ze naar huis.